Ik weet niet dat is. Ik hou ook altijd geen aan vast. Dat is een fantastisch seizoen geweest. Super, dankjewel aan de allebei. En pak op de knieuw af. Dames en heren, dit was bij Prins Guido en Prinses Carmen. We beginnen die 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier is terug Erik de Tweede, Erik van Wieringen en zijn noodprijs van de Zwijnaanseers. De prijs is niet lang is gekomen. Maar hij heeft dit jaar geen proces met genoemd. Maar hij heeft een van de beste vrienden met genoemd als adjudant. Dus ik wil vragen om Jeffrey Dassen of van het podium op te komen als adjudant van Erik. En ook wil ik even de buiten af voor de familie, de rest van de familie en natuurlijk ook het gezin en de familie van Jeffrey. En het adjudantschap van de Zwedelse. Hier op de kop te zitten. Zwedels. Dit is nu voor 1/3 prezen, Erik. 1/3. Er zijn nog 2 attributen. En ik wil vragen dan ook aan Jeffrey om de etiketten te handigen. En dan zal de andere adjudant even de mysterie afnemen. Zwedels. Ik heb een netse attribuut in mijn handen. En ik wil even al bieden namens de Zwedelanceers. En in het bijzijn van al die Zwedelanceers. Dina Adjudant Jeffrey, de familie en alle leuk die je groezelt. U verhandelt ik die de scepter. En dan was ik dit carnavalseizoen met droog en goed zwaaien, goed en geluid goed, in groezelt en aan mijn spreken. Verlaat de provincie dan. In één geval, dat we veel dat ook zeker weten. Proficiat. Hier is de leukprins Erik de Tweede. Januari 2018. Ik, prins Erik de Tweede, heerser over het Rijk van de Zwijnaanseers van Groezelt, van de schoenste straat in het Groezelter Broek, van het kleinste gatje tot de drukste hoek. Ik zal door leven gaan als Ericus, Producticus, Mozaqua, Trainaris, Zwijterikus. Trainer van de jeugd van ons SCG. Maar nu die zomer met mijn vrouw Claudia. Ik ga leren kennen met de vaste lovend. Beschermen van mijn dochter Carlijn en mijn zoon Sam, die in 2015 nog prins van de Grootskerkers waren. Assistent-tekens klopper bij de Moza. Vrijwilliger bij Puur Maastricht. Ambassadeur van de Oostenrijkse Alpen. Ik zweer, als iemand van Groezelt, als bewoner van de straat, genut naar ons bekendste gut,
Assas is de prins van de zwijnranciers. Wie de gekalmte leider van het Assi-terrein, wie de wieseden op alle tegelijk is, dat u zal vuurgoed in de komende vaste avond. Breng ten gehuren en ten uitvoer. Ten eerste, vaste avond is de vijf uur ekerij. Ik wil jong en aard, drie dagen op de been. Ten tweede, verkleed dat u hebt erbij. Met maskers of geschminkt, dan in biedt dat vrie. Ten derde, om een prinsenbal, dat verwoord ik nu al tussenbij, wil ik u metnemen naar de Alpenwijk. Ten vierde, en met de vaste lauwen gaan u vuur op, dan zit van gaans goezeld op zijn kop. Ten vijfde, vaste lauwen zondag, krijg ik rond met mijn rood. Ik hoop dat er allemaal met ons met gaat. Ten zesde, om de opdracht die ik dit jaar door de straat schik, mogen allemaal meedoen, dat wäre besmettelijk. Ten zevende, dus maak wagens, tummer, verf en flex, bedenk schoengroepen, maak iets gekker dan geks. Ten achtste, vaste lopen dat feesten met klein en goed, in de kleuren geel, groen en rood. Ten negende, stiendes, dan hoeven we de traditie dat zegt, met doen aan het mommen en maskerspijt. Ten tiende, en op aanschoonsdag naar slaap vermoed, en heeft verlozen naar hiering met het wogenbroed. Ten elfde, ik ben Europees, al gelukkig nog naar haaf. Ik heb nog maar eng wens, voor allemaal vaste avond. Goedzot, Allah! Fantastische woorden, Erik, in de proclamatie. En ik denk ook, in ieder geval de rock, maar ik ben ook zeker de leuk van Groesel, hun achterlijk al, en vermoord je dat een fantastische vaste loop met zo'n man. Ik vind het dan. Ja, dat is wel goed.